Vandaag schoven met name over de westelijke helft van Nederland een aantal buien. En vanaf een afstandje zagen die buienwolken er soms prachtig uit. En we zien ook heel duidelijk dat deze wolk in ieder geval voor een groot gedeelte uit ijskristalletjes bestaat. De bovenkant van de wolk, in een luchtlaag waar het tientallen graden soms onder nul is, bestaat vooral uit ijskristalletjes. En dat zien we door de vezelachtige structuur van de wolk. De onderkant, dichter bij het aardoppervlak, is warmer. En daar bestaat de wolk vooral uit waterdruppeltjes. En dat zien we duidelijk terug in de veel meer duidelijkere structuur van de wolk. Van de wolk, de bloemkoolstructuur, komt duidelijk terug. En ook morgen is het weer fotogeniek. De weersatelliet heeft overigens ook die wolken mooi vastgelegd, maar dan vanaf grote hoogte. We zien duidelijk de witte spikkels boven de Noordzee en ook in het uiterste westen van het land, want de buien trokken ook af en toe het land binnen. Dat leverde dus wel wat regen op op sommige plaatsen. Landinwaarts begon de dag nog grijs en grauw. Met soms hardnekkige mist, dichte mist op sommige plaatsen. Het duurde even voordat het opgelost was. Maar uiteindelijk kwam op steeds meer plaatsen toch de zon mooi tevoorschijn. In het uh, zuiden van Limburg duurde dat in ieder geval het langst vandaag. Ja, en verder zien we dat er voorlopig weinig verandert op korte termijn in ieder geval in het weer. Het blijft relatief rustig herfstweer. Een lage drukgebied boven het oostelijk deel van Duitsland met flink wat regen, ook in Berlijn, waar vanavond Feyenoord voetbalt, Daar zullen ze zeker last van hebben. Dat schuift wel voorzichtig naar het oosten, maar het gaat allemaal heel traag. Op de noord zijn nog steeds een aantal buien die af en toe de kustgebieden inschuiven. Landinwaarts vanavond en vannacht ook wat opklaringen, maar ook wel het risico op mist. En dan zien we morgen dat de wind geleidelijk aan wat draait naar het westen. Er komen wolken en uiteindelijk ook, ook regengebieden onze kant op. Met name in het weekend gaan we dat merken. En dat dan ook bij een aantrekkende wind. We krijgen dus ander weer, maar op korte termijn is het nog heel rustig. Ja, rustig weer in november, dat betekent natuurlijk ook het risico op mist. Dat hebben we de afgelopen dagen gezien. En vanavond en vannacht zal dat niet anders zijn. Aan het begin van de avond valt het nog mee. Maar gedurende de avond dan zullen we zien dat het zicht op steeds meer plaatsen gaat verslechteren. Morgenochtend begint de mist dan op te lossen. In de nacht naar vrijdag, met wat meer wind, lijkt mist veel minder kansen te maken. Maar vanavond, dus wel opklaringen die in het binnenland als het ware dichtslippen met mist. In de kustgebieden blijft een enkele bui mogelijk. Klaart het nou ergens landinwaarts lange tijd op voordat er mist ontstaat, dan kan misschien de temperatuur nog wel eventjes tot in de buurt van het vriespunt dalen. Over het algemeen hebben we minimumtemperaturen zo tussen de 2 en de 6 graden. En vlak aan zee is het zelfs nog ietsjes minder koud. Morgen in de ochtend een grijze start landinwaarts. Aan zeeën lenken de bu enkele bui, zowel in het noorden als westen van het land. En later op de dag kan ook in het binnenland een enkele bui vallen. Het wordt maximaal 12 graden en er staat nog niet zo heel veel wind. Zaterdag is een veelal bewolkte dag. Beetje regen kan er vooral later op de dag vallen. En zondag dan breekt vooral in het noorden wel weer de zon door. Maar er staat beduidend meer wind. Het is een graad of 12. En begin volgende week verandert er eigenlijk heel weinig. Heel normaal, Hollands herfstweer. Met af en toe zon, maar soms ook een paar buien. En temperaturen bij dat alles van een graad of 11. Fijne avond.